Hallo en welkom bij een hoorcollege over Web Advanced. Dus mijn naam is Mark de Rijken en ik ben docent aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Wat gaan we vandaag zien? Het is het laatste hoorcollege zeg maar, van dit vak. En we gaan eigenlijk kijken naar Node, NPM en Express. Waarom Node? Vele mensen denken van... Oké, we hebben nu de frontend geleerd, we hebben JavaScript geleerd. Als we nu iets willen doen in de backend, zeg maar, als we met databases willen werken, als we files willen gaan editen en opslagen, moeten we direct gaan grijpen naar .NET, Java en PHP. Fout. Node kan dit allemaal perfect en zelfs in sommige aspecten beter vanwege zijn unieke manier van afhandelen van threads en zo. Node, wat is Node? We gaan daar direct mee beginnen. Dan gaan we kijken hoe dat we het gaan gebruiken. En dan geef ik een kleine demo van wat het allemaal kan. Hoe moet ik het zeggen? De slides zijn in het Engels. Voor eenmaal. Ik heb die al opgesteld voor een Engelstalig vak. Dus bij deze, ik ga die in het Engels houden. Ik geef wel Nederlandse uitleg. Dus wat is Node? Officieel, hè, dus is een JavaScript runtime build op de Chrome V8 engine. Nu... Uiteraard, browsers hebben een engine die eigenlijk JavaScript, zeg maar, parsen of die het gaan uitlezen, waardoor het verder kan gaan. Waardoor het kan uitgevoerd worden op de pagina. Dus die engine dat daarin steekt in Chrome is de V8. Ik geloof andere browsers gebruiken die ook. Ik denk Edge gebruikt die momenteel ook. Ik zou eens moeten heel snel googlen wie wat gebruikt. Wat niet officieel meestal wordt gezegd van Node, is eigenlijk gewoon JavaScript op de backend. Dus je gebruikt dezelfde syntax, dezelfde zaken die je momenteel geleerd hebt, denk aan de laatste twee werkcolleges, de fetch en zo, gebruik je, maar dan ook gewoon voor in de backend data te gaan ophalen. Wat is V8? Hè? Dat is een open source, high performance JavaScript engine en WebAssembly. En die is geschreven in C++. Okay. Dus hoe gaan wij dat samenvatten? Node is eigenlijk een wrapper rond die virtuele machine, met ingebouwde modules en een rijke feature set vanwege de asynchrone APIs. Wat bedoel ik daarmee met een wrapper rond de virtuele machine? Die virtuele machine, V8, die zit in de browser. Nu, we willen Node gaan uitvoeren zonder een browser, zonder HTML. We hebben geen webpagina meer nodig, we willen gewoon pure JavaScript schrijven. Dus vandaar, Node trekt dat uit die browsers en laat u toe om eigenlijk puur gewoon op uw computer, op lokale machine, code te schrijven, net zoals dat je C++ en Java zou schrijven. Zonder een user interface, zonder HTML, zonder iets. Waarom gaan we dat gaan gebruiken? Wel, die built-in modules, de documentatie staat daar, ga ik straks even overheen gaan. Die built-in modules geven nu heel verschillende APIs die op asynchrone manier kunnen aangesproken worden. Die asynchrone manier is heel belangrijk. Je gaat kunnen processen in Node starten en je gaat er niet moeten op wachten. Je zorgt gewoon dat je een callback functie hebt of je werkt met promises, net zoals we gezien hebben, om die zaken op te vangen. Je kan in Node C++ add-ons gaan toevoegen. Je zou denken van, goh, waarom C++? Wel, C++ blijft nog altijd een hele sterke low-level taal die je gigantische performance winst kan opleveren. Dus bij deze C++ kan je schrijven en daar modules aan toevoegen in Node. Er is ook natuurlijk een uitstekende debugger binnen Node. En Node maakt gebruik van NPM. En dat is een van de grootste voordelen ook nog daarbij. Kom ik ook nog straks toe. Dus dat is het tweede gedeelte. Node zelf, dit is de site. Dus de frontend. De site als je daar naar surft, nodejs.org. Je hebt daar altijd twee versies. Je hebt de versie 12 en versie 13 op dit moment. Versie 13 zijn de laatste features. 12 is de longtime support versie. Dus dat is de stabiele versie, zeg maar. Het maakt mij niet uit welke dat je gaat downloaden. Zelfs voor 13, die laatste features, die ga je zelfs niet gebruiken. Dat zijn meestal van die hele edge cases daarvoor. Ik ga een demo geven van wat Node allemaal kan en hoe je er überhaupt, mee aan de slag kan. Dus read, evaluate, print, loop, REPL mode van Node starten. We gaan een script gaan uitvoeren. Dus scriptjes dat we moeten geschreven hebben, kunnen we uitvoeren. En we gaan een beetje kijken naar die built-in modules. Dus nu gaan we een beetje meer naar de freeform kant gaan.
Ik ga zorgen dat ik jullie chat kan zien. Als er vragen zijn, stuur gerust iets in de chat. En dan kunnen we verder. Of als er iets niet zichtbaar is. Goed. In mijn Node demo ga ik... ik ga zelfs nog geen Node demo doen. Ik ga hier een terminal open doen. Gewoon openen. Ik wil gewoon deze pagina in de terminal. Voilà. Momenteel... Kijk. Clear doen. Dus dit is net zoals ik een terminal zou open hebben, zeg maar, in PowerShell. Dus net zoals ik het hier zou doen. Ja, maar ik wil niet in mijn C-users gaan plaatsen. Ik wil effectief gewoon even hierin gaan testen. Nu, om te weten of je Node hebt, dien je die natuurlijk eerst te installeren. Dat is het grote verschil natuurlijk. Node is een instructieset die bekend is, omdat je dat installeert op jouw computer. Dus vandaar hier download voor Windows. Uiteraard, er zijn ook Mac-versies... En ja, voor de Ubuntu-gebruikers zou je eens moeten kijken. Maar sowieso gaat dat werken. Dus noods moet je het met npm maar installeren. Node is cross-platform ook. Dus op zich denk ik dat dat een issue zou moeten zijn. Other downloads, als ik hier ga kijken. Ah, voilà, kijk. Source code, Windows, Linux binaries. Iedereen kan het installeren. Probeer natuurlijk de 64-bit te gebruiken. Dat is natuurlijk altijd de beste. Als je PC dat ondersteunt. Voor de documentatie, ik ga die al open doen voor straks. Ik ga eens kijken welke versie ik heb. Dat is het eerste wat je dient te doen. Probeer het niet tegelijkertijd met hoorcollege te doen. Geen zorgen, alles wordt opgenomen. Als je wilt testen en meevolgen met een demo, doe dat dan als het opgenomen is en op YouTube achteraf staat. Als ik terug naar hier ga, kan ik het commando node, koppelteken, version invoeren. Voilà, ik zit op 13.1. Dus een van de laatste versies. Ik heb die geüpdate, zodat ik gewoon mee ben. Ik kan ook direct kijken. Met Node, automatisch, komt npm mee. Hè? Npm. Npm kan ik ook gaan kijken, welke versie ik heb. Als je die twee hebt, dat is de eerste twee commando's die je dient uit te voeren. Als je die geïnstalleerd hebt, kan je verder eigenlijk met dit hoorcollege en... kan je starten überhaupt met het eerste werkcollege dat er gaat aankomen. Dus na het hoorcollege ga niet direct weg. Ik ga nog maar wat uitleg geven over het werkcollege voor degenen die al willen starten. Dus Node npm. Ik kan verder gaan. Ik ga het even... ik kan Node opstarten in REPL mode. Node, enter. Als je Node installeert, heb je op jouw machine toegang tot het commando Node... Normaal gezien, zeg maar, op elk pad. Dus je gaat dat globaal installeren. Ik raad dat ook aan. Mac-gebruikers dienen soms iets extra te doen om die toegang te geven. Maar alleszins, nu, zoals je hier ziet, ik zit momenteel eigenlijk precies in een andere terminal. Je ziet mijn insert-cursor daar. Tip.help voor information. Ik zal dat eens doen. Voilà. .break, .clear, .editor, .exit. Oké. .exit. En ik zit terug op mijn normale terminal. Goed, wat is REPL mode nu? REPL mode is... Ik ga het even clearen. Ah, dat gaat dus niet. Ik ga het even vanaf bovenaan starten. Dus clear. En dan start ik node. Goed. Ik kan hier JavaScript schrijven. En dat is misschien even... Dat is moeilijk om te vatten. Ik wil dat heel duidelijk maken. Node is eigenlijk gewoon... Die gaat je JavaScript interpreteren en lezen. Als je Node niet zou hebben op je machine, is JavaScript, als je dat in een gewone simpele tekstfile zou schrijven, is dat net zo leesbaar als een tekstbestand van COBOL of van iets anders, of van ja, C++ of Java. Zolang niemand met die code iets doet of die interpreteert, gaat daar niets mee gebeuren. Node die gaat die effectief gaan uitvoeren met die V8-engine, met dezelfde engine die browsers gebruiken. Wat wil ik daarmee zeggen? Let A is gelijk aan 5. Komma. Undefined is gewoon omdat dat statement zelf geeft undefined terug. Dat is normaal. Oké, is goed. Let B is gelijk aan 7. Spannend. En als we nu komt de app uit de mouw natuurlijk. A plus B. En het is 12. Dat krijg ik terug. Dus ik ben nu echt aan het rekenen met variabelen hierin. Ik kan zelfs, als ik wil... If true. Kijk, en vanaf het moment dat ik een haakje openzet, weet die dat ik een multiline commando aan het geven ben. If true, dan ga ik... Dus A en B zijn gekend, dus normaal gezien... A is gelijk aan... Of plus gelijk aan... 5 plus, laten we zeggen, 10.
enter, en ik ga mijn haakje sluiten. En ik heb een if statement geschreven. En dat wordt direct uitgevoerd. Allee, of A wordt afgeprint. Voilà, als ik nu gewoon A wil kijken, welke waarde dat die heeft, is die 15. Dus ik kan effectief gewoon volledig JavaScript hierin schrijven. Waarom zou je dit doen? Waarom zou je überhaupt ooit hierin gaan coderen? Logica. Logica, kleine snippets van logica, snel testen. Je wilt iets testen van Node. Kom ik direct op terug met de modules. Kan je dat gewoon hier snel... Je hoeft niet altijd files aan te maken. Oké? Dit was de REPL mode. REPL, deze. REPL staat voor Read, Evaluate, Print, Loop. En dat is exact wat er gebeurt. Ik ga... Kan ik het aanduiden? Ja. Wat als ik dit tip en ik druk op Enter, gaat hij het REPL uitvoeren. Wat wil dat zeggen? Hij gaat dit lezen. Hij gaat dat evalueren. Hij gaat zeggen, oké, okay, ja, dat is goed. Ik ga B toekennen. Ik ga 7 toekennen aan B. En daar komt undefined uit. Dan heeft hij het geëvalueerd, hè, de code gelezen. Print. Hij gaat die undefined printen. En loop wil zeggen, ik ga me direct klaarzetten voor het volgende statement. Ik kan terug gewoon beginnen. Dat, daarvoor staat die REPL. Goed. Even wegdoen. Natuurlijk, we gaan niet altijd hierin gaan coderen. Ik ga even naar een andere modus gaan. Voilà. In mijn Node-demo kan ik een nieuwe file aanmaken. Test.js, of ik zal demo.js noemen. Dat is professioneler. Demo.js. Ik ga mijn terminal even sluiten hier. Ja. Om het te tonen. We hebben een moet ik het zeggen, een JavaScript-file. Huh? JavaScript-file. Dat is 5. For. Ik ga zien of dat ik het nog kan. Die i is gelijk aan 0. Tot als i. Zolang dat i kleiner is als 10. Corrigeer me als ik fout ben. en ik ga de tafel van 5 console loggen. A is gelijk... plus gelijk aan 5. Plus gelijk aan 5. Ik heb een klein scriptje geschreven. Voilà. Ik wil dat nu gaan testen. Dit is logica. Dit heeft niks te maken met HTML. En ik wil er nogmaals op wijzen dat vanaf dat we met Node bezig zijn, we geen HTML-files gaan maken. Geen. Dat is de fout die velen vorig jaar gemaakt hebben. Ik ga het nogmaals herhalen. Geen HTML, enkel JavaScript. Het is net zoals dat je C++ of Java zou programmeren. Het is zonder GUI. Het is pure logica. Het is JavaScript. Oké? Als ik dit nu wil gaan uitvoeren in Node, want ja, als we dit zouden willen testen, het eerste wat we zouden moeten doen natuurlijk, hoe we het altijd doen, is een indexfile aanmaken, dat linken, daar in de console kijken, live server opstarten. En dat is hetgeen juist wat we niet gaan doen. Nu kunnen we dit gewoon uitvoeren. Als ik hier een terminal open doe, een beetje meer ruimte creëren, voilà. Als ik Node tip in deze folder, dan ga ik in REPL mode starten. Als ik Node die demo-file open doe, dus DE in mijn geval, als je tab duwt, dan kan je auto-completion aanzetten. Als ik dit doe, dan ga ik dat krijgen. Dus ik denk dat het ongeveer, ik hoop dat het duidelijk is, dat ik heb nu met Node die file genomen, ik heb die geïnterpreteerd, en die heeft eigenlijk zijn output, want dat is de console log uiteraard nog altijd, die heeft zijn output hier geschreven. Dus ik heb hier de tafel van 5, 15, 15, 20. Ik had er beter met mijn dochter bij gehad, dat had ze nog iets bijgeleerd. Maar dus dit is effectief de reden waarom we Node gaan gebruiken. Je gaat kleine snippets code gaan eerst en vooral testen. En dan kan je die gewoon daarmee uitvoeren. Er zijn veel meer complexe scenario's waarvoor we Node gaan gebruiken. Uiteraard, zoals datamanipulatie. Datamanipulatie, dat kom ik bij het laatste gedeelte. Ik zei nog, ik ga een demo geven over de built-in modules. De modules vinden we hier, dus in de documentatie. Ik zal de documentatie hier open doen. Dit zijn alle modules die er standaard in zitten. Hier zit redelijk wat in. Ik ga er een erbij nemen die eigenlijk redelijk, denk ik, voor de hand liggend is. File system. File system, je weet, JavaScript standaard in de browser, die kan niet aan uw harde schijf. Ik zit hier momenteel, hier vlak ik die JSON placeholder testpagina. Stel u voor dat deze
random site aan mijn harde schijf kom. Ja, niet alleen zou hem zien dat hij bijna vol staat met allemaal games, maar ook kan hij al mijn foto's, mijn privégegevens eraan geraken. Dat is een probleem. Stel je voor dat elke internetsite aan uw harde schijf komt. Ja, het internet zal totaal niet veilig zijn. Laten we even dat zeggen. Daarom is er Node. Node heeft dezelfde JavaScript-logica. Hij kan interpreteren. Maar nu geraken we aan de harde schijf. Waarom? Omdat die code wordt uitgevoerd op een plek waar jij het wilt. Dus als ik dit hier uitvoer in mijn terminal, weet ik ben een script aan het uitvoeren op mijn machine. Oké? Okay. Ik ga, dus een van die built-in modules is File System. Spoiler alert, die ga je direct gebruiken in het eerste werkcollege. Ik ga even kijken. Ik weet, stats, write stream, bla bla bla. FS. Wat is het hier? Read file, vermoed ik dat het iets is. Ja, voilà. Read file. Of read file sync. Dat is nog iets anders. Voilà. Read file. Voilà, dus dit is de documentatie voor een file te lezen. Zelfs met een klein voorbeeldje erbij. FS, natuurlijk, dienen we te gebruiken in onze code. Dus dat is de file system module. Denk eraan als een klasse dat voor u geschreven is met keiveel functies. ReadFile is de functie. En dan hoef je dingen mee te geven. Hè? Dus in dit geval, het eerste is een pad. Oké, okay, pad. Dan een callback functie. Hebben we nu al een aantal keer gedaan. Je ziet die pijl. Die arrow functions, die gaan zeker terugkomen. In Node gebruiken ze altijd meestal de laatste standaard van ES, van ECMAScript. Dus in dit geval, als de file gelezen is, wordt deze functie uitgevoerd en dan kunnen we daar iets mee doen. Hoe gaan we dat gaan gebruiken? Ik ga even mijn code open doen. Dat is het laatste wat ik ga tonen. Dus je hoeft geen extra files mee te nemen. Wat bedoel ik met extra files? Ik hoef die filesystem niet gaan mee te nemen. Node is geïnstalleerd op mijn machine. Dus ik kan const fs, ik declareer een nieuwe variabele, is gelijk aan require en dan fs. Ik denk dat het zelfs bovenaan staat, als ik even de documentatie er ga bijnemen, hoe je die toevoegt. Dat is helemaal na die hele waslijst aan mogelijkheden. Uiteraard, je moet er je weg een beetje in weten. Voilà. Const fs is require fs. Wat wil dit zeggen? Ik ga nu... Ik heb nu toegang tot die module. Ja. Wat gaat hij hier zeggen? Common quick fix. Convert to ESS module. Oef, nee, dat gaan we niet doen. Common module momenteel is goed. Nu, require, hij gaat dat importeren en ik heb nu toegang tot fs. Voilà, en ik heb heel wat mogelijkheden. Uiteraard, die hier, readfile, readfile sync, hij herkent dat allemaal. Waarom? Eerst en vooral, Visual Studio Code is een awesome editor, dat is één. Twee, Node staat geïnstalleerd op uw systeem en daardoor geraken we eraan. Readfile is het eerste wat je gaat doen. Je gaat een JSON-file kunnen uitlezen en die gaan printen. Dat zou je niet gekund hebben in een browser. En we gaan wat datamanipulatie gaan doen. Op het examen komt sowieso een Node-oefening. Ik ga het direct al meegeven. Sowieso, denk 4 van de 20 punten, is gewoon een Node-oefening. En iedereen heeft daar schrik van. Ik zie geen enkele reden. Want al je studiewerk dat je doet voor Web Advanced is JavaScript leren, syntax leren, fouten eruit halen. Node is gewoon JavaScript. Je moet gewoon even iets anders denken. Dus gewoon zijnde van, je moet een ander doel bereiken dan een webpagina manipuleren, bijvoorbeeld. Oké. Ik ga dit even laten staan en ik ga verder met het volgende gedeelte. Want nu komen we echt bij het, in de wijze woorden te zeggen, van Shakespeare. Aan de coole shit komen we nu toe. Namelijk, ik ga even, voilà. Ik heb na elke demo, ik heb na elke demo een summary gezet van de codes die ik gebruik en de scripts die ik gebruik. Commando's. Dus maak het ook makkelijker voor iemand die de demo achteraf nog eens wil opnieuw doen. Als je zegt van welke woorden heeft hem nu juist getipt, die staan hier allemaal op. En natuurlijk de officiële documentatie, die gaat nog aanpassen naar de laatste versie, naar 13. NPM. En dat is echt cool. Daarmee kun je zoveel doen. Eerst en vooral, NPM is een
Node Package Manager. De meeste wisten dat waarschijnlijk al. Maar package, wat is nu juist een package? Een package wordt ook wel een module genoemd. Dat is een term die heen en weer gaat constant, zeg maar. Een package is niet meer dan een folder met herbruikbare script. Ik heb daar juist een folder Node demo aangemaakt met daarin een demo.js. Die Node folder, dat is een package. Done. Heel simpel. Dat kan één file zijn. Een klasse met heel veel functionaliteiten. Denk aan fs. Als ik die fs zou gaan bekijken, is dat eigenlijk gewoon één grote klasse met heel veel functionaliteiten inbegrepen. Dus die fs is een package, een built-in package of een built-in module. Heel veel packages zijn beschikbaar, hè? Default in Node. Dus als je Node installeert, komen die standaard mee. Je moet ze wel includen. Dus die zijn niet ter beschikking in je scripts automatisch. Maar wil je ze includen, hoef je niks extra gaan te installeren natuurlijk. Die zijn mee, die komen mee met Node. Bijvoorbeeld filesystem.fs. Waarom zou je überhaupt een package manager nodig hebben? Wel, ik ga een paar namen pikken vanuit de chat. A is Sasha, B is Jonathan. Voilà. Sasha heeft code geschreven, die heeft dat verzameld in package A. Jonathan heeft code geschreven, die heeft dat verzameld in package B. Ik, de leraar dat ik ben, ik herken dat die studenten zeer goede code hebben geschreven en ik ga dat samenvatten en ik ga daar een projectje mee maken dat ik kan delen met andere studenten. Om mijn projectje te maken, heb ik de code nodig van Sasha en van Jonathan. Dus ik ga hun twee packages bij mij erop zetten. Echt in de meest basic way dat je maar kent. Copy-paste. Ik heb toegang tot die hun code. Ik doe er nog wat extra mee. En ik geef aan jullie package C. Wat is nu het probleem? Als ik dat aan jullie geef, package C, en Sasha merkt een error in zijn code, en Jonathan ook, en zij updaten hun package, ja, ik heb die laatste versie niet. Dus dat is de reden waarom we een package manager nodig hebben. En als je de slide rustig leest, gaat dat ongeveer hetzelfde zijn wat ik nu gezegd heb. Wat doet Node Package Manager? Die zorgt ervoor dat alle dependencies opgelost geraken. Vandaar dat de slides ook in het Engels blijven, omdat heel veel termen gewoon Engelstalig zijn ook. Hè. Dependencies, afhankelijkheden. Mijn code, package C, is afhankelijk van A en B. Van Sasha zijn code, van Jonathan zijn code. Dus Node Package Manager die gaat voor mij controleren. Namelijk, Sasha heeft een nieuwe update. Ik ga die voor u ook binnentrekken, zodat uw code blijft werken. Het laat toe, NPM laat toe om code te delen met anderen. Net zoals ik al zei, ik ga niet meer moeten copy-pasten. En dat is juist het handige. Ik kan gewoon één simpel commando uitvoeren. Op voorwaarde dat Sasha en Jonathan de standaard guidelines gevolgd hebben voor die packages online te brengen. Kan ik gewoon zeggen, NPM install package van Sasha. NPM install package van Jonathan. Ook heel belangrijk, je kunt je eigen code hergebruiken in verschillende projecten. Hoeveel keer, jullie misschien nog niet, maar hoeveel keer dat ik al niet een stukje logica heb geschreven voor, laten we zeggen, een CRUD-klasse. Dus een CRUD die dus create, read, update, delete, alle functionaliteiten voor met een database te communiceren in JavaScript met Google Firebase. Dat is een online database. Dat vereist wat setup, dat is wat code. Maar het zou frustrerend zijn als ik elke keer die code copy-pasten of herwerken, waarom maak je daar geen package van in NPM en kan ik dat niet gewoon importeren? NPM komt standaard mee met Node, heb je daar juist gezien in het begin, met Node NPM, met de versie. En natuurlijk, alle repo's met packages van beschikbare packages staan op npmjs.com. Je kunt een package gebruiken in uw code, en die code heb ik daar juist al getoond, require met de package naam. Require werkt ook natuurlijk met fs, want fs is een package, maar dat staat standaard in, Node, sorry, ik zat even vast. Goed, demo. Ik ga even tonen. Ik ga het er even bij nemen, een secondje. Hopla. Nog voor ik verder ga met de demo, heel even kort. NPM is letterlijk sinds deze week overgenomen, de hele NPM, dat was een bedrijf dat erachter zit, dit is NPM hier, is overgenomen door Microsoft. Microsoft heeft vorig jaar, denk ik, GitHub overgenomen. Dus dat brengt gigantisch veel hoop met zich mee en verwachtingen dat NPM nog meer gaat uitgebreid worden, nog meer gaat geïntegreerd worden in GitHub. Dus ik ben echt
door het tol heen. Ik vermoed dat ik mijn slides weer ga moeten aanpassen naar volgend jaar. Geen probleem, want ik vermoed dat er andere zaken gaan aankomen. Nieuwe features die er standaard gaan bijzetten. Dus dat er hier bovenop. NPM is joining GitHub. Voilà, dus, en daar alle info staat erbij. Het is nog altijd een bedrijf dat er achter zit. Er is een pro-versie. Laat u daar niet door verleiden. NPM is nog altijd een van de meest gebruikte tools van moderne webdevelopers. Search een package. Ik ga een package zoeken. Uiteraard, ik heb iets. Axios bijvoorbeeld is een package. Ik ga dat er even bij nemen. Wat is Axios? Ah, ik denk dat je al die woorden wel moet kennen. Promise-based HTTP-client voor de browser in Node.js. HTTP-client. Welk keyword hebben wij gebruikt in de afgelopen lessen om HTTP-requests te doen? Chat, wie is er wakker? Toon het mij. Wat betekent the? Ik volg even niet. Wat is uw vraag juist? Fetch, inderdaad. Fetch. Wij gebruiken Fetch. Hè? Natuurlijk, er zijn ook andere zaken, zeg maar. Axios is bijvoorbeeld een package die het makkelijker maakt om die Fetch calls te doen met meer, zeg maar, mogelijkheden die makkelijkere code genereren. Geen flauwe mobbel tijdens een hoorcollege, alstublieft. Tijdens een werkcollege geen probleem, nu niet. NPM install Axios. Dus om dat te gebruiken, kan ik dat bijvoorbeeld gaan installeren. En ik kan dat gaan gebruiken. Jullie kennen de fetch. Voilà. Dit is bijvoorbeeld nu een... Axios... get request naar een bepaalde functie met verschillende mogelijkheden om die af te handelen. Je gaat dat merken, dat is ook iets dat je gaat moeten testen. Waarom, nu, waarschijnlijk zitten er nu sommigen in de chat die gaan zeggen van, waarom geeft hij ons nu een package om makkelijker HTTP-calls te doen, terwijl we juist twee lessen aan fetch gespendeerd hebben? Wel, als er één ding is dat je in web altijd gaat tegenkomen, is dat mensen of bestaande projecten packages gebruiken voor van alles en nog wat. Dus dingen die jij kent van JavaScript gaan anders geschreven worden, omdat ze juist een package gaan gebruiken. Dus bij deze... gewoon even om u bekend te maken met verschillende soorten syntax. Dat is de enigste reden. Goed, we gaan beginnen. Hè. Hoe gaan we werken met... ik ga even dit wegdoen. Hoe gaan we werken met NPM? Wel, ik ga een nieuwe folder maken voor een goede reden. Ga je direct zien. NPM demo. Dus net zoals Node heeft NPM ook, zeg maar, een... heeft NPM ook commando's. Dus net zoals ik hier version kan typen, kan ik ook commando's geven. Nu, NPM. Om packages te gebruiken van het internet, hè, van npm.js, om daarvan te gebruiken, dien je altijd één cruciale file te hebben en dient uw project npm-proof te zijn. Hoe gaan we dat doen? Ik ga... Oké. NPM init. Package. Dus nu gaat hij een aantal zaken zeggen. Ik ga er heel snel doorheen gaan. Je kan dat op je eigen tempo eens doen. Wat is mijn package name? Wacht. Ctrl-C. Ik zit in de verkeerde CD. NPM. Voilà. Ik zit in de juiste folder. NPM demo. Dus, NPM init. Package name. NPM demo is goed. Versie 1 is goed. Demo van NPM. Dat is mijn description. Entry point index.js, allemaal goed. Testcommando wil ik niet. Git repository wil ik niet. Keywords wil ik niet. Author, ik ben heel trots op mijn code, dus ik zet mijn naam erbij. License is allemaal goed. Is this okay? Yes. Ik heb nu heel veel gedaan. En als je het op halve speed gaat doen, ga je nog altijd niet meer wijzer zijn. Maar ik ga je tonen wat er juist gemaakt is. Je ziet hier dat er een file is bijgekomen. Namelijk package.json. En package.json... is een file die eigenlijk al uw info gaat bevatten van uw project. Dus deze folder is mijn projectje. Ik ga een webpagina of een noodmodule gaan maken voor van alles te gaan testen, etc. Voilà. Naam, versie, description. Je kan die gewoon hier aanpassen.
Die JSON-file, vandaar dat ik nog zo bleef hameren op de JSON-notatie, is iets dat je heel veel gaat terugzien. Goed, deze file heb ik nodig. Wil je standaard een default project? Ik ga die even deleten, die package.json. Hop, delete. Kan je ook gewoon zeggen npm init koppelteken i en dat is een default vlam. Dus normaal gezien nu, als hem niet... Ah, ik heb een error. Invalid name npm. Ah, oké. Ja, vandaar dat ik laat altijd iedereen aan om geen spaties te gebruiken in hun folders. Dat is een van de redenen daarvan. Nee, ik ga... Voilà. Dus als ik het nu doe, zou het op zich moeten lukken. Voilà. En die heeft mij direct rechtstreeks een package.json aangemaakt. Dus ik ben nu klaar om te werken. Author, ik kan gewoon Mike de Rijke hierin tippen. Save en we zijn verder. Demo keyword, voilà, erbij. Save. Meer is dat niet. Goed. We hebben dit. Hoe ga ik nu een package gaan installeren? Dat is de belangrijke. Die Axios die ik daar juist had. Hoe ga ik daar überhaupt aan geraken? Wel. Npm. Install. Axios. En nu komt de aap uit de mouw natuurlijk. Dit commando dien je in een folder te doen waar die package.json staat. Ik ga er nog een commando bijvoegen. Save. Dan ga je direct zien wat er gebeurt. Voilà, dan krijg je, ik vind dat altijd zo van die coole zaken, dat die zo constant alles aan het downloaden is, dan lijkt het alsof je heel complexe stuff aan het doen bent. Totaal niet waar trouwens. Ik had bijna gespoild wat er ging komen. Goed. Npm demo. Package JSON, package lock. Package lock, daar kom ik straks nog op toe. Package lock is eigenlijk een file die je kan zeggen van oké, alles wat nu gedownload is, elke package dat nu gebruikt wordt, die... zeg maar, is... Hoe moet ik het zeggen? Die zitten allemaal in die JSON-file. Als je die file geeft aan een andere persoon, kan die heel snel gaan opstarten. Daar kom ik straks toe. Ik ga... Dus nu zie je hier een extra folder bij staan. Namelijk Node Modules. Node Modules? Oei, ik zie hier vier verschillende packages. Kan er mij iemand in de chat uitleggen waarom ik vier verschillende packages zie binnen Node Modules? Want ik zie daar iets bekend staan. Ik zie Axios staan, maar ik zie ook debug, follow redirect, MS. Waarom zou ik die überhaupt ook hebben? Waarom heb ik debug? Waarom heb ik follow redirect? Waarom heb ik MS? Kan er me iemand dat zeggen of gokken? We zitten in chat, dus laat u maar gaan. Ik ga eerst even kijken ook. Niemand. Omdat wat anders niet werkt. Dus iemand zegt omdat het anders niet werkt. Omdat wat anders niet werkt. Dat is heel belangrijk om te weten. Voilà, robot to the rescue. Node installeert, en dat is een goed antwoord op een theoretische vraag op een examen. Node installeert ook alle required packages voor het programma. Nu, klein beetje fine-tunen. Node installeert alle dependencies, required packages, zou ik goedkeuren, dependencies, afhankelijkheden, voor hetgeen dat je aan het installeren bent. Dus voor de package dat je aan het installeren bent. Niet voor je programma, hier, maar voor de package die ik juist heb geïnstalleerd. Het is code die, ja, nog een goeie, het is code die Axios gebruikt, maar het is apart gezet voor een beter overzicht. Niet volledig waar, dat zijn ook gewoon aparte packages. Als ik MS zou willen installeren, follow redirects, dat is een hele specifieke, ik kan dat gewoon installeren. Dat zijn niet meer als ook gewoon packages. Voilà, dit zou perfect ook lukken. Dat is een package op zichzelf staand, die dingen doen op zichzelf ook al zaken. Dus npm zorgt gewoon, die gaat kijken binnen Axios. Get ready to get your mind blown. Dus wij hebben onze package JSON, die hier... Dependency, dus mijn project momenteel, heeft Axios nodig. Welke versie? 0.19, daar kom ik straks op. Wat die versie is. Mijn package heeft Axios nodig. Maar als ik naar Axios ga kijken, ik ga dat even open doen. Hier zit redelijk wat in. Die heeft ook een package.json. Tja,
Als ik daarin ga kijken, hier zie je redelijk wat natuurlijk, dat is een degelijke. Ik ga, woef, dat is allemaal complex, complex, complex. Snap ik niet. Ah! Dependencies. Axios rekent op follow redirects. Atje, dat is die andere package. En ik denk dat sommigen wel al nu beginnen zien, wat zou ik vinden in de dependencies van follow redirects? Als ik hier ga kijken... Ja, stand to the rescue, MS. Het is geen MS, het is debug, maar debug gaat dan weer MS gaan gebruiken, waarschijnlijk. Als ik even ga kijken. Dus we zijn eigenlijk al een aantal zaken dieper, dependencies, MS. Goed, dus om het even samen te vatten, als ik in mijn package.json files ga kijken, ik reken op Axios. Axios rekent op follow redirects. Follow redirects rekent op debug. Debug rekent op MS. Stel je voor dat je gewoon, als je Axios downloadt, een lijstje krijgt van kijk, ik reken daar wel op, kunt je dat ook nog downloaden voordat het werkt. Dat zou een gekkenhuis zijn. NPM regelt dat allemaal voor u. En dan natuurlijk, ja, ik heb Axios nu, hè. Hoe ga ik dat gebruiken? Ik heb juist een file aangemaakt, index.js. Dus die node modules, daar komen we niet aan. Index.js. Goed. Const. Algemene coding guidelines zijn dat je de naam van de variabele hetzelfde geeft als de naam van de package. Voilà. De naam exact trouwens, de naam hier, Axios, vind je in je eigen package.json. Deze naam bij dependencies is de package die je kan installeren. En nu kan ik effectief... hier zit momenteel nog geen autocompletion in. Waarschijnlijk is daar ergens een plugin voor. Kunnen we bekijken. Nu kan ik alle functionaliteiten van Axios gebruiken. Hoe weet ik welke functionaliteiten dat zijn? Wel, heel simpel. Documentatie. Ik zei het al, documentatie is zo belangrijk. Example, CommonJS use case, performing a post request, Axios API, etc. En alle mogelijkheden. Er staan hoe dat je config gaat opstellen, etc. Voilà. Wat moet ik nog zeggen? Ah ja, het laatste van de demo die ik ga geven. Ik ga even mijn... Hopla. Ik ga even mijn properties gaan selecteren. Ah, die kan ik hier niet zien, vanwege... Geef mij eventjes. Ik ga eerst even iets disablen, zodat het makkelijker is om te demoen. Goed, reveal in File Explorer. Ik ga het even op de zijkant open doen. Ik ga even zeggen hoeveel files hierin zitten. Kun je dat het goed ziet? 69 files in 12 verschillende folders. Het enige wat ik gemaakt heb, is dit. Index.js Axios. 69 files. Dat is veel. Als ik nu mijn code wil doorgeven, ik ga je nog een beter idee. Ik ga een voorbeeld geven van iets wat ik aan het geven ben in een ander vak. Angular. Angular is... een NPM package. Meer moet je niet weten. Dus gewoon, dat is een heel... Het is een groot framework. Dat is een JavaScript framework. Maar ik heb hier een blogapplicatie. Die blogapplicatie zelf, die heeft niet veel, moet ik het zeggen, functionaliteiten. Dat is iets heel bare bones. Iets wat jullie kunnen maken gewoon met HTML en JavaScript. In een dag. Allee, ik bedoel, het stelt niet veel voor. Ik ga die file, die folder, eens open doen. Het is aan het tellen nog, hè. Het is aan het tellen, ik weet niet dat je het goed ziet. Voilà. 408 megabyte. Megabyte, geen kilobytes, hè. 56.868 files. Voor een simpele blogapplicatie. 56.868 files. Even je hoofd erbij houden van... Why? Wel, het is een framework. Angular is gigantisch tot daar aan toe. Waar ligt nu mijn probleem? Als ik mijn project wil doorsturen naar één van jullie, moet ik al bijna een WeTransfer gaan opzetten, want ik kan geen 400 megabyte gaan doorsturen via mail. Nu, wat doen wij? Of wat is de best practice daarvoor? En daar is NPM daar ook weer awesome in.
Ik ga even Web Advanced terug open doen. Voilà. Ik kan gewoon, dus de meeste van die files trouwens, al die files zitten trouwens in Node Modules. Dus dit is mijn project, deze drie. En ik ga dit deleten. Voilà. Done. Ik kan nu deze folder naar u doorsturen en jij kan verder. Waarom? NPM, dankzij package.json, heeft eigenlijk een volledige beschrijving van wat mijn project nodig heeft. Namelijk Axios. Die weet dat die Axios nodig heeft. Als ik deze code ga runnen, die require, die gaat crashen. We weten dat. Vandaar dat als je een project gaat doorsturen met NPM, we altijd node modules deleten. Er zijn zaken, dus ik weet niet of jullie bekend zijn met de zwaarste objecten in het universum. Dus allee, als we effectief over fysica gaan praten, je gaat direct zien waar ik naartoe wil. De zwaarste, dus je hebt de zon die weegt, die heeft gravitational waves. Je hebt een neutronstar, je hebt een black hole. En dan heb je node modules. Dus er zijn memes genoeg die aanduiden en die je een reden geven waarom eigenlijk, zeg maar, node modules je moet verwijderen. Oké? Dus dat is behoorlijk duidelijk, denk ik, hè. Dus 500 megabyte voor een Hello World is... dat is een running joke onder developers. Voilà. Hoe gaan we dit nu gaan doen? Ik geef dit stukje code door aan iemand van jullie. Ik ga even in mijn folder gaan. NPM. Voilà. En hoe gaan we dat nu doen? NPM install. Zonder iets. NPM install. Voilà. En die zet daar automatisch terug je node modules die jij nodig hebt. En dat maakt het zo awesome. Ik kan dat nu Angular doorgeven, een heel bare-bones project. Jij downloadt die 400 megabyte zelf met npm install en jij hebt een volwaardig werkende versie met een running framework. En dat is het eigenlijk voor npm. Als er nog vragen zijn, ik ga rustig switchen naar de slides. Er is een summary. Voilà. Dus npm init voor een nieuw project te starten. Nieuw default project. Npm init, koppelteken Y. Hoe gaan we een package gaan installeren? Npm install en uw package naam. Het blauwe zijn altijd commando's, oftewel files. Dus je moet een package.json file hebben. Als je dat niet hebt, gaat dat wel lukken, maar die gaat dat niet aanmaken. Dus key is dat je effectief... dat gaat op voorhand al maken. Dus dat is de volgorde. Save en save dev. Die gaat dat toevoegen aan uw dev dependencies. Dat heb ik nog niet volledig uitgelegd, omdat we gaan dat ook niet direct gaan gebruiken. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen, ik kan een package downloaden voor user testing. Dus voor unit testing. Daar zijn packages voor geschreven die super handig zijn, die met één commando een hele batterij aan testen gaan kunnen doen. Maar je hebt dat enkel nodig als je development gaat doen. Die package is ook bijvoorbeeld... Laten we zeggen dat die package 50 megabyte is. Wat gigantisch zou zijn. Hè? Die package wil je niet op je productieomgeving. Dus je kan zeggen, ik heb dev dependencies en ik heb prod dependencies voor production. En dan kan je zeggen, als mijn site live gaat, wil ik enkel de production dependencies. Dus niet de unit testen, wel Axios bijvoorbeeld. Alles wordt toegevoegd in de node modules folder. Hoe gaan we dat dan gaan gebruiken? Const variable name require package. Ik heb een vraag gezien in de chat. Mag je ook let gebruiken of is const beter? In dit geval is const beter, omdat dat voorkomt dat je die variabelen gaat overschrijven. En als we spreken over een package die je gaat installeren, die package die gaat niet veranderen achterliggend. Die variabele dient over heel je programma beschikbaar te zijn. En const zorgt ervoor dat als je dat op per ongeluk een keer overschrijft of je hebt ergens een slechte toekenning van een waarde, dan gaat dat een zware error geven en dat gaat ook niet werken. Dus dan, die error wil je, want anders gaat je programma volledig anders reageren dan je wenst. Dus packages, algemene best practice, is een const variabele, omdat die niet veranderen. Alle missing dependencies installeren, npm install zoals ik op het einde had getoond, en die kan je zien in package.json. Goed, ik denk dat we daarmee de twee belangrijkste zaken hebben geleerd dat we vandaag gaan leren. Ik ga nog over één ding gaan, en dat ga je voornamelijk uit gaan pluizen in
de laatste les op, hoe moet ik het zeggen, op eigen houtje. Hè? Je gaat dat testen daarin. Dat is de aanzet voor volledig full-stack JavaScript. Ik ga dat praktisch gezien niet vragen op het examen. Dat is expres, dat is dit hier. Ik ga dat niet vragen voor uit te voeren, wel gaat daar theorie rond zijn. Dus hou het bij. Express is praktisch niet op het examen, puur omdat dat veel te veel opzet is. En ik verwacht ook niet dat je... ik heb daar een filosofie rond dat ik op het einde ga uitleggen. Nu, nog één ding dat je zag. Semantic versioning. Semantic versioning is een manier hoe je versies gaat nummeren. Hè? Dus major minor patch, dat is een algemene... ik kan niet zeggen guideline, dat is eigenlijk een zware best practice binnen Git alleen al. Dus als je zaken aanpast dat gewoon een patch is, dus een patch gemaakt, bugfixes gevoerd, efficiëntie uit, etc., dan is dat een patch. Dan verhoog je het laatste nummer. Voeg je nieuwe functionaliteit toe en zorg je ervoor dat iedereen nog altijd zijn oude code kan hergebruiken. Bijvoorbeeld, denk bijvoorbeeld aan fs read file. Stel dat je daar een nieuwe parameter aan toevoegt, dan is dat een minor version. Stel dat je, want die oude code gaat nog altijd werken. Want je weet in JavaScript, als je een parameter niet meegeeft, dan wordt dat gewoon nul. Als je een parameter toevoegt en je verandert de naam van de functie, van readFile naar readFiles, waarom, ik weet het niet, maar bon, en je verwijdert de oude readFile, ja, dan gaat mijn code niet meer werken als ik update naar je nieuwe versie, want... mijn functienaam is gewoon anders. Heel simpel, als je functienaam anders is, die gaat gewoon een crash geven. Done. Dan, als we spreken over een wijziging die de voorgaande zaken kapot maakt, dan is het een major. Dus deze drie, hier is sowieso altijd een vraag over op het examen, van wanneer verhoog je welk cijfer. Express. Dus mijn filosofie rond Express en frameworks is... frameworks dien je te kunnen... gebruiken met documentatie. Ik verwacht niet dat je zoiets van buiten leert. Waarom niet? In de 2 jaar dat ik nu al een keer Express gebruikt heb binnen een les, zijn die zaken veranderd. Node, juist hetzelfde. Ik ben begonnen op Node 8. We zitten nu aan Node 13. Ik ben begonnen op Angular 5. Ik had hoorcollege voor Angular 5 gegeven. De week na het hoorcollege, ik had niet opgelet. Ik kom toe in mijn werkcollege en de opstartprocedure was veranderd, want Angular 6 was uitgekomen en iedereen installeert de laatste versie. Dus... vandaar, frameworks, ik ga nooit niet verwachten dat je dat volledig van buiten kent. Node en NPM zijn geen frameworks. Node en NPM zijn de core features van JavaScript om met frameworks te kunnen werken. Dus Node en NPM verwacht ik wel dat je die commando's van buiten kent. Dat is een handvol, die zijn superbelangrijk. Express niet. Wat is Express? Een minimaal en flexibel Node.js, belangrijk, Node.js Web Application Framework... dat een feature set geeft voor web en mobiele applicaties. Nu, dat is veel lucht momenteel voor jullie waarschijnlijk. Het is een... dat laat toe om zelf, zeg maar, een REST API op te zetten. REST API, meneer, ik snap dat niet. REST API is hetgeen wat je tot nu toe altijd al gebruikt hebt. Die emojis gaan ophalen. Dat stond op een REST API. Die weer gaan ophalen. De weather API, weather data. Dat is een REST API. OpenMDB, waar die filmen op staan, dat is een REST API. JSON Placeholder is een REST API. Assign API is een... ik ga even moeten denken aan de afkorting. Asynchron Programming Interface, dacht ik. Ik ga het even heel snel spieken. Application Programming Interface. Oké, excuseer. Maar dus hier, de officiële Google-term van Oxford is... hè, dus a set of functions and procedures allowing the creation of application that access the features or data of any of an operating system, application or other service. Dus dat is heel breed natuurlijk. Een REST API gaan wij meestal hebben. Dat is een API die daar klaar staat en die wacht op calls. Jij gaat bepalen welke calls toegelaten zijn. Namelijk, lees film. Of zoek film. Of... haal log in, bijvoorbeeld. Dat gaat Express doen. Dus een webserver dat wij gaan opzetten, of dat we in het laatste werkwijze gaan opzetten, dat host een website.
Dat kan een API zijn, dat kan effectief HTML zijn. Wij gaan daar gewoon een website van maken, een basiswebsite. Hardware dat je meestal nodig hebt, is webserver software dat daarop staat, met je source files. Hardware is effectief meestal de fysieke server. Als je dat draait op je PC, dan ben jij uiteraard de fysieke server. En de fysieke files dat er gaan opstaan is HTML, CSS, foto's, JavaScript, die zaken. Welke software draait daarop op een webserver? Iets dat HTTP-requests afhandelt. En dat is de key natuurlijk. Soms een fileserver, hoeft niet altijd, maar kan een fileserver, FTP. Soms een database, gaan we ook testen. En soms ook een application server dat de files aanpast. Dit gaan we niet zien, dit is vooral PHP en die zaken. Maar dus een HTTP-server en een database gaan we zeker gaan zien. Nu, een HTTP-server, dat is hetgeen dat we eigenlijk gaan nodig hebben om te gaan wachten wanneer iemand een call maakt naar onze server. Dus iemand komt binnen die zegt van, hey, ik wens alle data over deze studenten. En dan gaat jij dat uitlezen en jij gaat zeggen van, ah, oké, is goed, ik snap wat je bedoelt. Ik ga mijn students.json-file nemen van mijn harde schijf en ik ga je die JSON-file geven. Die JSON-file wordt teruggegeven en we kunnen ermee verder. Dus wat is de request flow? Request flow, weet al, dit is niets nieuws. Je hebt in de laatste twee lessen niets anders gedaan als dit. Alleen gaan wij nu ook de backend gaan verzorgen. Jullie hebben calls gemaakt voor emojis, voor weer, voor films. Stel je voor dat jij de code hebt geschreven die die films, emojis en weerdata teruggeeft. Dat is hetgeen wat wij nu gaan doen met Express. Dus de frontend, dat is wat jullie geschreven hebben, die maakt een request naar een backend. Bijvoorbeeld, in dit geval hier, ik klik op een loginknop op mijn profielpagina. Ik wil inloggen. De backend die krijgt dat binnen, die gaat logica uitvoeren, die gaat je paswoord checken, die gaat je username checken, die gaat resources gaan ophalen, die gaat je data gaan checken met de database. Eens dat dat in orde is, gaat die gegevens gaan ophalen, namelijk uw profielpagina van Facebook, uw foto, uw bannerfoto, etc. De backend die stuurt een response terug. Een response ken je ook, request en response. En wat kan die terugsturen? Ah, wel, die gaat u een HTML-file sturen met een script, eventueel wat JSON-data, etc. Dus dit is ongeveer hoe het gaat. Jullie zijn momenteel de browser altijd al geweest. De HTTP-request, het linkerbolletje, kun je een beetje vergelijken met de plek waar de emojis staan, de plek waar de app-weather-data staat, etc. Die zaken gaan kijken, wat heb je nodig? Ah, jij hebt het weer nodig voor Anderlecht? Oké, ik ga pollen naar mijn stations, naar mijn weather stations, voor Anderlecht. Dat gaat even duren. Die gaat die terugkrijgen. Zegt van, oké, het is daar momenteel zoveel graden. Dit stuur ik terug in een leesbaar formaat. Dat is HTTP request en response. Wat gaan wij nu doen met de webserver? Of de backend server, zeg maar. Dus wat doet die? Die handelt alle requests af. Die gaat verschillende stukken code aanspreken, indien nodig. Die gaat uw respons gaan opbouwen. Weer al, het kan HTML zijn, maar meestal gaan wij nu met JSON werken. Dat is het makkelijkste. En we gaan dat terugsturen. Express gaat al die zaken voor u doen en then some. Dus die gaat alles voor u gaan regelen daarmee. De site van Express, ik kan u daar nu een gigantische demo over geven, maar er is een gigantisch goede Getting Started Guide. Dus vanaf het moment dat we daarmee verder zijn, gaan we daar effectief ook naar gaan kijken. Ik ga de site er nog even bij nemen. Voilà, Express. En je ziet direct al, nu ga je heel vaak zien als je van die moderne frameworks ziet. Ik ga er even Angular ook gewoon op bij nemen. Weer al gewoon het voorbeeld. Get started. Ga ik hier ergens iets zien? Setup. Voilà. Kijk. Het eerste bij setup, ik zie hier een stukje code. Vroeger zou dat voor jullie Chinees zijn geweest. Nu weet je wat dat is. npm install Angular CLI. Om daarmee te überhaupt te kunnen beginnen. Die -g zorgt ervoor dat installeert op heel uw systeem. Moet je niet van wakker liggen. Bij Express, juist hetzelfde. npm install Express. En koppelteken save. Omdat je dan op je package.json zeg maar die zaken daarbij voegt. En je hebt die package. Dus ik ga dat gewoon even doen. Om te tonen dat het effectief werkt. npm install Express. Enter. Dit gaat iets langer duren. Express heeft iets meer nodig. Voilà. Added 53 packages. Wacht hè. Een keer refreshen waarschijnlijk. Heb ik het in de goede? Ja. Voilà. Reeks van packages. Black holes en er niets tegen. Wat is nu het punt, zeg maar? Dus in mijn package.json, wat ga ik daar zien?
Ik heb Axios nodig. Ik heb Express nodig. Maar Express zelf heeft heel wat functionaliteiten. Dat is eigenlijk al een mini-frameworkje op zich dat je kan gaan gebruiken. En nu kan ik gewoon const Express require Express. Voilà. Als ik mijn site ga nemen. Getting started guide. Mijn hello world. Ik ga even heel snel dit kopiëren. Jullie gaan het allemaal op het gemak doen. Maar, voilà. Save. Hello YouTube. Voilà. Ik ga, en dan nu natuurlijk Express. Ik moet dat runnen. Ik ga die, om dit te runnen moet ik natuurlijk gewoon mijn node-commando gebruiken om die file te runnen, index.js. Ik ga dat doen. Voilà. Example app listening on port 3000. Wel, als ik naar localhost dubbele punt 3000 ga, dan krijg ik hello YouTube. Ik ben nu een webserver aan het hosten. Nu sommigen zeggen van, oh, ik ben er weer mee. Geen probleem. Wat er eigenlijk gebeurt, is die go live knop hier, die je al zoveel keer gebruikt hebt, dat host een webservertje. Nu heb je dat zelf gedaan. You just did it. Wow. Spannend. Voilà. Dit is echt een hele korte run daardoor. Wat dit ook allemaal kan. Daar hoef je niet meer... Ik ga nog één voorbeeld geven, gewoon omdat ik het zo cool vind. Test. Ik ga even op mijn Do Not Disturb zetten, want ze zijn mij aan het storen. Voilà. Dus test hello YouTube. Hello. Test YouTube. Save. Ik heb nu gewoon een ander pad gecreëerd op mijn webserver. Een ander pad. Pff, mind blown. Wat wil dat zeggen? Ik ga mijn file terugrunnen. Ik ga kijken naar mijn pagina. Hello YouTube. Als ik nu slash tester ga achtervoeren. Wow, we zitten op een andere pagina. Wow. Je bent voor volledige backend webserver aan het runnen. En de kracht van, dat is de kracht van frameworks, de kracht van JavaScript, is dat je met één simpele, lightweight framework, Express, je eigenlijk zoveel functionaliteiten hebt die als je die zelf zou moeten opzetten, en daar komt het uiteindelijk toe, alles kan in vanilla JavaScript, achterliggend gebruikt Express ook gewoon vanilla JavaScript, die zaken handelen zij voor u af in één lijn code, want dat is het uiteindelijk. Const app is gelijk aan Express. Haakje open, haakje dicht. Die vuile rikken zetten daar geen punt komma achter. Zijn fout, nee. Punt komma is niet verplicht in JavaScript. Maar dus met dit heb ik een applicatieke, een variabele, die gigantisch veel krachten heeft. Get, listen. Ik kan post request ontvangen. Ik kan put request ontvangen. Ik kan credentials erbij gaan krijgen. Etcetera, etcetera. Gewoon om even duidelijk te maken dat nu gigantisch veel mogelijkheden hebt. Goed. Dit is het momenteel voor het hoorcollege. Ik ga juist nog even het werkcollege inleiden. Ik ga dan nog een deel van de opname laten staan. Ik had alles voorbereid. Hop. Voilà. Dus voor het werkcollege, zeg maar, die gaan op drie verschillende data door. Ik ga weer hetzelfde doen als ervoor. Dus ik ga beginnen met live coding in het eerste. Die live coding gaat dan beschikbaar zijn voor het tweede gedeelte. Ik ga kijken of er misschien ergens overlap is, dat we misschien die drie lessen kunnen comprimeren naar één. Want uiteindelijk, ik kan jullie allemaal helpen in één stuk. Web Advanced. Er zijn nog maar twee lessen, als ik me niet vergis. Modules. We hebben 6 gedaan. Ja, er zijn maar 2 lessen. Dus sessie 7, die moet ik nog gaan tonen. Maar die gaat eigenlijk beginnen met de Node Basics. Effectief van het installeren, een klein functietje schrijven en die modules gaan toevoegen. Oké? Okay? Dan gaan we in oefening 3 gaan we een NPM-package gaan installeren. Dus we bouwen op, hè. Eerst gaan we die REPL mode gaan... die zaken doen. Modules. File system gaan gebruiken. Node Ajax gaan we effectief Axios gaan gebruiken. Een extend package.
Express gaan we, ga ik deleten hier van dit werkcollege. En het laatste werkcollege, 8, gaan we effectief die volledige full stack, die eigenlijk al, ik heb daar een volledige tutorial van klaarstaan, dus die ga ik ook beschikbaar maken natuurlijk. Die jullie met, dan ga je communiceren met MySQL. Dus jullie hebben al kennis gehad van Data Essentials, jullie weten wat MySQL is, dus dan ga je daarmee gaan testen. Goed, hier eindigt het hoorcollege. Dank jullie voor jullie aandacht en ik zie jullie in de werkcolleges.